Mijn gast is Rien Verbiest. En Rien heeft een boek geschreven samen met een collega, Paul Kuiper. En dat heet Een schaduw levenslang. Het zijn verhalen van ouders waarvan de kinderen vermoord of omgekomen zijn. Ik lees graag boeken, maar dit boek moest ik af en toe wegleggen, omdat het zo indringend en zo aangrijpend is. Alleen als je al die foto's ziet van al die jonge kinderen, soms baby's, die vermoord zijn. En het gaat pagina na pagina door. En als je die verhalen leest, het is hartverscheurend. Rien, hartelijk welkom. En dankjewel dat jij een stem bent voor degene waarvan de kinderen zijn vermoord. Waarvan ouders niet weten waar ze zijn. De dader in de ogen hebben gekeken. Het is eigenlijk niet te bevatten. Streep geen namen door. Ook niet als de lampen van de camera's gedoofd zijn. En de kranten niet meer brengen dan een klein berichtje over de rechtszaak. Blijf de kinderen bij hun voor- en achternaam noemen. En verstel steeds weer de verhalen over hun leven en over hun dood. Ouders van vermoorde kinderen kunnen niet anders. Ze vertellen het hartverscheurende verhaal van de moord en vinden steun bij elkaar. En willen niet dat hun kinderen vergeten worden. Daarom, en dat heb jij gedaan, zijn de verhalen van de ouders gebundeld. En dat is dan voor de eerste keer. Want zo'n verhaal vertel je niet gemakkelijk. Een buitengewoon aangrijpend boek, Rien. En jij bent een van de schrijvers van dit boek. In het boek staat ook het verhaal van jouw zoon. En de brieven die je aan hem hebt geschreven of van hem hebt ontvangen. Nou, ik lees een stuk voor uit zijn verhaal. Vele jaren was het voor mij alsof ik geamputeerd door het leven ging. Beroofd van een van de mooiste delen van mijn leven, mijn oudste zoon. Achteraf, het is inmiddels 23 jaar later, heeft het 7 jaar geduurd eer ik werkelijk de ambities weer voelde die ik innerlijk in me heb. De eerste jaren waren overleven, accepteren en gewoon maar doorgaan. Het verlies van onze dierbaren, onze kinderen, is vreselijk. Het lijkt alsof het leven ophoudt, verder zinloos is. Inmiddels echter vind ik het een wonder dat Reinier, dat geweldig mooie zielsmens, mij als vader heeft uitgekozen. Met dat bewustzijn kun je toch verder. Mooi zeg. Ja. We gaan terug in de tijd. Je zit 's avonds aan de tafel, rond de tafel. En Reinier zegt, pa, moe, ik heb jullie wat te vertellen. Wat vertelde hij? Het was op een verjaardag dat hij dat... Nou ja, zo van hoe gaat het en hoe gaat het met je studie en zo. En dat het er plomp verloren uitkwam van nou, ik ga binnenkort naar Israël. En hij moest voor zijn fysiotherapie moest hij stage lopen, 3, 4 maanden. En hij had bedacht dat hij dat in Israël ging doen. Want hij had een Joods meisje leren kennen en via haar vader, die arts was, had hij die informatie gekregen dat het in Dizengoff ziekenhuis, dat dat het summum was om fysiotherapie in praktijk te brengen. En het hij vertelde dat en ik vond het spannend, maar ik werd ook getroffen, als door een wesp gestoken. Dus enerzijds dacht ik, schitterend dat hij iets doet, maar van de andere kant had ik een onheimisch gevoel van waarom nou Israël? Ik ben er al eens geweest en ik had er gewoon geen lekker gevoel bij. En ik heb gezegd, ga naar Canada, ga naar Australië, maar niet daar naartoe. Toen zegt hij, nee pa, het is allemaal geregeld en goed, dus we hadden daar toch wel een probleem mee. Dan gaat hij naar Israël en ja. Eigenlijk heb je er zo de pest in dat je niet mee gaat naar Schiphol om afscheid te nemen. Het speelde mee zo van, nou zoek het dan maar uit, je bent oud en wijs genoeg. Je doet nog steeds je eigen zin. En ik heb hem niet naar Schiphol gebracht. En dat kun je gevoeglijk aannemen dat het behoorlijk pijn heeft gedaan. Ja. Dan staat er de Telegraaf opent daarmee op de voorpagina. Ja. Bloedbad in Israël. Ja. Je hoort ervan. Maar verder doe je er niets mee. Dan kom je de volgende dag op kantoor en dan begint iedereen over dat bloedbad te praten. Ja, ja. En dan? Ja, het is heel gek. Een week daarvoor heb ik Reinier aan de telefoon gehad. En was hij klaar met zijn stage, zou hij nog een week vakantie houden. En hadden we gewoon een geanimeerd gesprek. En toen zei ik nog van, heb je geld nodig? En toen werd hij, nou pa, dat komt wel als ik terug ben. En de laatste woorden, ik hou van je. En een week later staat dat dan in de krant. En collega's van me, die lazen dat. En toen had ik al iets van, hey, Israël. En even later gaat de telefoon en of ik naar mijn ex wil komen, omdat daar de politie langs zou komen. En toen dacht ik al, dit is het, dat kan niet. Dat kan niet waar zijn. En dan begint dat verhaal. Body parts were on trees, restaurants, cafes. It was a complete chaos.
Wat gebeurde er in Tel Aviv? In Tel Aviv is er een bommenslag van Hamas, zelfmoordcommando geweest. Een eenmansactie die 22 andere mensen de dood heeft ingejaagd bij een bommenslag in een bus. Renier heeft achteraf niet in de bus gezeten, maar ernaast gestaan. Daardoor is hij vele malen later ergens anders gevonden, vele meters verder. Heeft dat nogal wat misverstanden geleid. Maar goed, het was 24 uur later, eer dat bericht eigenlijk bij ons kwam. En achteraf weet ik dat hij in die afgelopen dag, in die dag dat hij al 's morgens overleden was, heb ik bijna een hele dag over mijn zoon gepraat tegen een collega waar ik een hele dag mee een object moest verzorgen. Die zei dat later, hij zei, je had het een hele dag over je zoon. Dan dacht ik, hey, ja. Verpletterend, hè? Dat is verpletterend, ja. Dat je hem niet naar Schiphol brengt en dan dus 3,5 maand later kunt gaan ophalen in een kist. Dat is desastreus. Je had hem nog graag willen zien, maar dat mocht niet van de Israëlische politie. Het werd van alle kanten eigenlijk ook in het ziekenhuis was hij opgebaard waar hij dus werkte. En het werd van alle kanten ontraden toen ik vroeg van ik wil hem nog zien. En er werd overheen gepraat en ze begrepen mij niet, want ik spreek ook geen Hebreeuws. En een vriend van hem, een collega wat tot vriend is geworden in die tijd. Daar was ik mee aan het eten te zeggen, kun jij dat dan niet regelen? Want hij had hem gezien en hij was de enige die hem geïdentificeerd had. En toen begon hij te huilen. En toen zegt hij, alsjeblieft niet, alsjeblieft niet. Ik heb het alleen maar als een haar kunnen ontdekken, zei hij. Dus toen heb ik het laten zitten. Ja. En dan? Dan staat je leven stil. Ja. Ja. Opgeleid als hulpverlener, maar dan weet je het niet meer. Nee. Zwart gat en ga je op de automatische piloot. Je doet dingen gewoon omdat ze dat van je verwachten. Maar nee, ik was echt de weg kwijt. Ja. Dat heeft een aantal jaren geduurd. Ja. Je bent katholiek opgevoed. Vond je nog een beetje de weg naar God of speelde die geen rol? Kijk, veelal is het natuurlijk zo dat mensen het God dan juist kwalijk nemen dat hun dat overkomt of hun kind dat overkomt. Dat heb ik ook nooit gehad. In die zin heb ik wel begrip en nog een lijntje met God gehad. Ja. Ongemerkt ben ik aan de hand genomen, ja. Als je kijkt, dan zie je een vrolijke knul. Ja. Knappe jongen. Ja. Lijkt op zijn vader. Ja, ik mag het zeggen, ja. Ja. Okay. Leuk. Ja. Steve, wat hij nu geleefd had, wat had hij nu gedaan? Oh ja, hij was nog... Ik weet niet, het was een avonturier, dat had hij zeker ook van zijn vader. Maar hij had... Hij kwam slecht uit zijn puberteit, geen school, geen studie, nergens zin en dan van het leven genieten. Maar hij pakte in één keer de draad op als twintiger. En waarschijnlijk wilde hij na zijn studie verder gaan om arts te worden. En daar waar het dus plaatsvond in Israël, in Tel Aviv, dat is vlakbij de ambassade van Amerika. Ja. En wij denken dat hij onderweg was daar naartoe, omdat hij klaar was met zijn studie en vrije dagen. Om daar een balletje op te gooien, om te kijken of dat mogelijk was en welke zin dan ook. Dus of hij nou arts geworden zou zijn, weet ik niet. Schrijft, als de televisielampen gedoofd zijn, als het nog maar een klein berichtje in de krant is, hè, van als een kind vermoord wordt gevonden, dat gebeurt tot de dag van vandaag, dan trekt dat nog altijd enorme publiciteit. Ja. Daarna wordt het stil en moeten de slachtoffers verder. Ja. En de daden, en dan hoor je vaak, achter de daden die pakt de draad weer op, die zit een aantal jaren in de gevangenis. Ja. En het slachtoffer, of de slachtoffers. Ja, nee, ja, dat is heel erg kenbaar bij allemaal. Ik zal je vertellen dat ik heel veel post kreeg. Ik kreeg heel veel medelevende reacties. We hebben heel veel uit de Joodse gemeenschap van over de hele wereld hebben reacties gehad. Ondanks dat we niet Jood zijn, maar dat speelde zich af natuurlijk in Israël. Brieven en dankbetuigingen dat hij zo hulpvaardig is geweest met zijn werk. En na een half jaar, drie kwart jaar, heb dat weg. En dan komt er helemaal niks meer. Niemand vraagt meer wat of... De postbus blijft leeg. En dan denk ik, het is niet waar. Na zo'n korte tijd al weet niemand meer iets van hem. Ja. Er staat een hoofdstuk in het boek over vergeving. Ja. Degene die in het boek beschrijft, die in de rechtbank oog in oog met de daders hebben gestaan. Mm-hmm. En hier staat een hoofdstuk over vergeving. Ja. Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Je vraagt het aan mij, dus ik moet vanuit mij antwoord geven. Maar ik begrijp dat het zo desastreus kan zijn voor mensen dat ze nauwelijks iemand kunnen vergeven. En ik zal eerst mijn eigen verhaal vertellen. Ik heb nooit
eigenlijk nooit wraak of wroeging gehad naar Hamas, degene die het gedaan heeft of wie dan ook. Ik heb zelfs een brief geschreven naar de ouders van de slachtoffer, want hij is ook slachtoffer, de dader is ook slachtoffer, dat ik ervan uit ben gegaan dat zij niet wisten dat hij zo politiek beïnvloed werd in negatieve zin. En dat zij ook ouders zijn als ze hun zoon missen en dat mij dat aan het hart gaat. Mooi. En mocht ze andere opvattingen hebben, dan spijt het me dat ik die brief geschreven heb. Ik heb nooit mijn antwoord op gehad. Maar mijn collega schrijver Paul Kuiper, die zegt altijd vergeven. Alleen Maaike, zijn vermoorde dochter, kan vergeven. Ik niet. Ik kan alleen maar vergeten, ja. Maar niet vergeven. Dat staat hier op de flap, ja. Nog even terug naar jouw boek. Ja. Ik heb die foto's bekeken. Jason Schaap, een baby, nog niet 1 jaar oud, vermoord. Gijs Jansen, 7 jaar oud, vermoord. Milan de Groot, 17 jaar. Zo kun je doorgaan. Het is echt een boek vol aangrijpende verhalen. Ja. Over die levenslange schaduw. Ja. Welk verhaal dat jullie geschreven hebben, grijpt jou het meest aan uit dit boek? Nou, ze zijn natuurlijk allemaal even erg. Wat wel een heel triest verhaal is, is het 20e verhaal. Omdat dat om 2 jonge kinderen gaat. Een baby van een aantal maanden. Die door elkaar geschud wordt en in die zin dus vermoord wordt. En dat herhaalt zich bij een nieuwe baby. Daar speelt zich hetzelfde lot af, alleen die blijft in leven. En dat pas 9 jaar later overlijdt hij aan die hersenbeschadigingen. En wat dus uiteindelijk 2 keer moord is van jonge kinderen. Dat vind ik wel een heel triest verhaal, dat zo'n gezin in 1 keer weg is. Ja. Wat is jouw oproep aan mensen die naar dit programma kijken? Vanuit de ouders van vermoorde of omgekomen kinderen. Weet dat je aan de hand genomen kunt worden. Heb er oog voor om die veerkracht te pakken en eruit te komen. Want jij hebt God een beetje teruggevonden, nog niet zo lang geleden. Ja, door dit boek is er wel het een en ander gebeurd. Als je ziet wat ik toch uit mijn vingers heb gekregen, uit mijn pen heb gekregen, dan is die steun van boven gekomen. En steeds meer kreeg ik het idee van, Rien, maak je nou niet wijs. Dat ik dacht van, Houtijn dacht van dat het mijn talent was. Nee, ik ben vele malen geholpen. En maar dat kreeg pas handen en voeten toen ik het boek maakte. Dat de goddelijke kracht je kan helpen daar waar je naartoe moet. Mijn lijfspreuk is: de hemel geeft, wie vangt die heeft. Je hebt het mogen vangen voor dit boek. Ja. Dankjewel. Dank. Ik wil je graag iets meegeven. Het is een getrommeld tegeltje. Ze zijn uniek. En waarschijnlijk herken je het beeld. Ja. En toen ik het straks beetpakte, toen dacht ik, dit ben jij eigenlijk nog steeds. Je bent nog eigenlijk de vader die nog altijd zijn zoon Renier beethoudt. Die zijn handen op hem legt, ook al is hij er niet meer. En mooi. Zegt, zoon, je bent geliefd. Dankjewel, Jan. Alsjeblieft. Dank je. Mooi. Ontzettend bedankt. Dankjewel. Graag. Wat een indrukwekkend verhaal. En laten we ook nooit vergeten, dat is de oproep uit dit boek.